Goedemorgen, welkom weer bij De Visdief. Ik ben vanochtend aan het vogels kijken op Groei Overflakkee met mijn vriend Sjaak. En Sjaak is de plekje waar we ringmussen kunnen filmen. Ja, veel mensen weten niet dat er naast de huismus ook nog een andere soort mus is. Namelijk de ringmus. Je zal een beetje kunnen filmen, Jaco. Ja. Ik heb ze nog niet, hoor. Je hebt ze nog niet? Nee. Nou, ik kon ze daar wel filmen. Ze zaten op het dak en in die struiken. Ja. Dus ik heb ze aardig kunnen filmen. Ja, wat is nou het verschil tussen de huismus en de ringmus? De huismus heeft een zwarte pet en de ringmus heeft een bruine pet. Of een bruine hoed, zoals ik. En dan heeft de ringmus ook nog eens een zwarte stip in de nek. Een langgerekte stip die niet helemaal doorloopt. Dus het is niet echt een ring, het is een zwarte stip in de nek. Je kunt hem duidelijk zien. En waar de huismus ook in de bebouwde kom voorkomt, daar leeft de ringmus vooral op het platteland. Rond gebouwtjes als hieronder. Een gebouwtje met dakpannen waar die onder kan nestelen. Wat struikjes waar ze met z'n allen lekker in kunnen kwetteren. Want ook de ringmus is echt een gezelschapsdier. Ze zitten altijd bij elkaar, kwetteren de hele dag door. Zoeken naar voedsel in het graanveld of de ruigtes hieromheen. Je was al gefilmd, hè? Ik had ze al gefilmd, ja. Dat is mooi. Ja, maar wat is nou de ring? De ring, dat is de ring. Dat ga ik nog even vertellen. Ik dacht altijd dat de ringmus zijn naam heeft vanwege die zwarte langgerekte stippen in de nek, maar dat blijkt niet zo te zijn. Die ring, dat is het witte, ja, de witte ring in de nek. Ja. Heb ik eigenlijk nog nooit zo goed op gelet. Maar Sjaak vertelde me net, kijk eens even naar die witte ring, want daar heeft de ringmus zijn naam aan te danken. Weer wat geleerd. Bedankt, Sjaak. Lief, toch?